Goedemorgen. Hallo. Nou, eerst maar even weer het opzoeken doen. Kijken of dat lukt vandaag. En dan... Oh. Ik wil mijn laptop niet helemaal meewerken, uiteraard. Oh, daar was ik. Daar ben ik. Zo te zien ben ik te zien. Even klikken en dan kan ik meelezen. Ja, goedemorgen. Zo, even kijken of ik een beetje in beeld ben. Ik zie dat ik iets niet vastgelijmd heb. Goedemorgen, hallo. Wat leuk dat jullie er zijn op deze zaterdag. Prachtige, zonnige, hele mooie, mooie zaterdag. Vergeleken met een week geleden is het, nou het zal het zijn, behoorlijk wat graden verschil. En gewoon, godzijdank, geen sneeuw meer. Dus we kunnen weer gewoon normaal buiten lopen. Sorry voor de mensen die wel van sneeuw houden. Ik behoor niet tot die mensen. En ik ben blij dat het weer dit weer is. Dit is wel weer de hele andere kant op. Ik was ook blij geweest met 5 graden en een zonnetje. Maar goed, dit is wat het is. Hallo. Mijn zoontje is lekker voetballen. Dus die had blij dat hij geen thermokleding aan hoefde voor het eerst dit jaar. Hallo. Goedemorgen. Nou, de zaterdag, de 20ste. De zaterdagen in deze maand, februari, wordt er 3 keer per dag over het algemeen een live gehouden. Ter ere van het 15-jarig jubileum van Hobby Fashion. Vandaag zelfs 4 keer. Waarvan 3 keer een live met de nieuwe collectie van Janine's Mindful Art. En 1 keer een live met de puzzelstans van Studio Light door Corine volgens mij. Ik mag aftrappen vandaag. Goedemorgen. En dat is natuurlijk altijd leuk. En ik dacht, weet je wat ik doe? Ik laat eventjes mijn voorbeeldjes zien die ik al mocht maken. Want ik heb een ietsje langer de collectie in huis. Daar was ik natuurlijk echt heel erg blij mee. Deze heb ik gisteren gepost. Ik weet niet of het een beetje te zien is, maar die is helemaal met embossingpoeder achtergrond. Met de stempels. En deze vind ik zelf echt heel mooi. Dat is met het rijstpapier van, er zijn 2 rijstpapieren met dames. Dit is er eentje van. En ik heb hier gewerkt met acrylverf. En ik met 2 tinten acrylverf. En dat pakt zo ontzettend mooi uit. Dat heb ik eigenlijk niet zo heel veel meer aan gedaan. Behalve een stempel eronder en de bloemen erbij. Deze had ik nog niet laten zien. Dit is een ondergrond met eigenlijk ook allemaal spulletjes van Janine's Mindful Art. Stempeltjes. Stencils. Dit is zijn delen van een nieuwe stans. En laat ik zo wel even zien. En natuurlijk de mooie bloem. En het eerste wat ik heb laten zien is de slimline kaart. En ja, die vind ik ook gewoon zo ontzettend mooi. Met het nieuwe rijstpapier van Janine's Mindful Art. En dat rijstpapier past echt heel erg mooi op deze slimline kaart. En ik dacht, ja, dat heeft eigenlijk niet zoveel nodig. Ik zal je heel eerlijk zeggen, ik had alleen het rijstpapier erop. En toen dacht ik al, ik hoef er niks meer aan te doen. Maar toen had ik nog wat stansjes en mooie bloemetjes. Ik denk, dan maak ik toch een bloementoef op en een vlindertje erbij. Dus deze 5 projectjes heb ik in een korte tijd geproduceerd. Ik vind het gewoon heel erg leuk om te doen. Ik zal heel even korte artikelen nog even laten zien. Van de nieuwe collectie. Even kijken. Dus een deel van de artikelen. Want ik mag... Dit zijn de stansen. Even kijken, deze stansen ben ik aan de slag geweest. Heb ik hem eigenlijk uit elkaar gehaald hierop. Deze, dat zijn de filmstrip en de tickets, een beetje crunchy. En deze, daar gaat volgens mij Janine mee aan de slag vanmiddag. Dus een mandala stans. En waar ik mee aan de slag ga vandaag, zijn onder andere, is dat met deze stempel. En dit zijn de andere 2 stempels. En dan laat ik hem eentje zien die... Nou ja, enfin, dat maakt niet zo ontzettend veel uit. Ik ga deze even hier neerleggen. Waarom? Omdat ik jullie ga vertellen dat ik dit setje mag weggeven vandaag. De 3 stempels. Die ga ik straks weggeven. En daar heb ik een hele leuke vraag bij. Dus dat is wat jullie kunnen winnen vandaag bij mij. Bij mij in de live. Nou moet ik heel even kijken. Want ik heb per ongeluk meerdere setjes. Dus ik moet eentje terugsturen naar de winkel. Dan moet ik heel even kijken welke nieuw is.
en welke niet. Dit is allemaal nieuw. En dan is deze van mij zo. Sorry. Anders gaat het fout als ik ze eruit haal. Nou, deze leg ik even apart. Hier ga ik zo meteen nog ook mee aan de slag. Wat ga ik vandaag doen? Ik ga aan de slag op een canvas. Dit is eigenlijk gewoon een simpel canvas van 24 bij 30. Nou, niks bijzonders. Maar ik dacht, ik vind het wel leuk om eens een keertje op een canvas aan de slag te gaan. En ik ga aan de slag. Dan moet ik heel even alle... Ik heb heel veel gestanst. Dat ligt allemaal naast me. En ik ga aan de slag met de dame. Dit is een van de nieuwe rijstpapiervellen. Hoe ontzettend mooi. En hier ga ik mee iets doen. En waar ik mee ga beginnen is ook met het rijstpapier. En ja, ik heb van alles erbij. Ik heb dit natuurlijk niet kunnen oefenen. Dus jullie gaan gewoon weer live meemaken hoe ik dit ga doen. En hoe ik dit allemaal aan ga lopen. En in de eerste instantie ga ik eventjes de dame eraf halen. En dat doe ik dan met een kwastje in water. Hè. En ik ga de dame er helemaal afhalen. Zo. En door dat water kan ik straks wat makkelijker de dame eraf scheuren. Je kan er natuurlijk, als je dat wil, ook voor kiezen om het hele rijstvel op het hele rijstvel te gebruiken. Maar dat kan dat ik dat zo meteen nog ga doen. Want ik zeg, ik heb niet zo heel veel van dit rijstpapier. Dus echt oefenen kun je dan niet. Maar weet je, dit is ook gewoon leuk om te doen. En we zien wel waar het schip strandt. En misschien dat ik nog steeds wel straks delen gebruik. Maar mijn dochter die vindt die kolibrietjes zo leuk. Mama, je moet ook de kolibrietjes gebruiken. Ik zei, ja schat, dat zou zomaar kunnen dat ik dat nog doe. Ik heb nog geen idee ik heb ongeveer een globaal idee wat ik ga doen. Maar echt helemaal gedetailleerd. Nou ja, weet je, dat komt wel. Het heet mindful art, hè? Dus je moet gewoon lekker voor je gevoel dingen doen. En misschien wel leuk om te vertellen. Ik ga het gewoon vertellen, ik kan het schillen. Ik had een idee, naar aanleiding van wat ik van een andere artiest, hè, je wordt natuurlijk altijd door elkaar geïnspireerd. En ook ik ben, dit is een artiest, Sharon Noumesh. En ik vind haar werk gewoon heel erg mooi. En zij doet heel veel met dit soort dames. En daar heb ik dus mijn inspiratie voor vandaag vandaan. Dan geef ik er natuurlijk wel mijn eigen draai aan, maar weet je moet ergens je inspiratie vandaan halen. En het komische was dat ik gisteren mijn idee liet zien aan Janine. En die zei, oh, maar zoiets was ik ook van plan een keer. En vervolgens de Anita, een van de andere dames in het design team ook. Dus volgens mij is dit iets wat wij allemaal een beetje hebben. Een beetje hetzelfde idee bij deze dame. En dan ben ik wel benieuwd als ik straks klaar ben wat jullie daar dan bij hebben gedacht. Wat zou je doen? Wat zouden jullie doen met deze dame? Oh Stephanie, dat één geheel maken, ik heb al vaker begaan live met rijstpapier. Daar heb ik al meerdere opties voor laten zien. Janine ook. Je kan echt heel erg veel met rijstpapier en het één maken. Dat moet ook lukken. En even kijken of ik nog meer weg wil hebben. Een beetje hier weg hebben. Zo. Dus als ik straks klaar ben, dan zullen jullie wel zien waar ik het over heb. En dan ben ik benieuwd of er meer mensen zijn die dan ook dat idee krijgen bij dit rijstpapier. Specifiek deze dame. Het is wel onwijs grappig dat je dan allemaal hetzelfde... Ja, Anita. Ja, sorry Anita. Ik had echt niet begrepen dat jullie dat ook wilden doen. Maar je kan het nog wat doen, hè. Want ik vind het eigenlijk wel leuk als Anita en Janina en ik, doe dan nu, alle drie... Het idee uitvoeren op onze eigen manier. Kan je ook vergelijken van, ja, weet je, de een doet het dit en de ander doet het dat mee. Eigenlijk is het wel leuk als we het alle drie doen. En dan naast elkaar eigenlijk posten. Want ik denk dat het, ondanks dat het idee dan misschien hetzelfde is, denk ik dat de uitvoering serieus compleet anders wordt. En dat vind ik juist altijd wel grappig. Ook met workshops zo. Al geef je iedereen... exact dezelfde materialen
En leg je het exact hetzelfde uit, dan nog komen er compleet verschillende werken uit. En ik weet zeker dat het met dit ook zo is. Nou, ik ben heel even aan het pielen. Even kijken wat ik er wel en wat ik er niet op wil hebben. Ik wil haar een beetje aan de zijkant. Dus ik wil er eigenlijk, ik denk dat ik het een beetje zo aan de zijkant plak. En ik wil haar hier hebben. Ik kan nog een klein beetje eraf halen. Ik ben echt helemaal dol. Ik ben helemaal gek op dit rijstpapier. Ik vind het zo mooi. Zo. Nou, rijstpapier opplakken, dat is eigenlijk taak nummer 1. En dat rijstpapier opplakken, dat doe ik. Wow. Ik kan met meerdere mediums doen. Ik doe dat met de gel medium. En ik heb Liquitex. Ja, ik vind het ook leuk dat iedereen gewoon zijn eigen dingen heeft en zijn eigen stijl heeft. En ja, wat ik zeg, we mogen dan los van elkaar alle drie hetzelfde idee hebben gehad bij dit specifieke rijstpapier. Het ziet er toch echt compleet anders uit als we het uitvoeren. Dus Anita, ik wil graag ook jouw versie zien. het is gewoon zo onwijs leuk om te doen. En nou moet ik zeggen dat Anita en ik, heb ik al een keer eerder gezegd, sowieso heel veel dingen dezelfde smaak hebben. Maar ja, dat betekent nog niet dat we hetzelfde uitvoeren. Er zit een beetje een hard dingetje op. Zo, kijk eens, de dame. En ik ga de dame hier opplakken met de gel medium. Maar ik ga met het gel medium ook er overheen. Zo. Ik vind het nog wel leuk dat jullie allemaal meekijken. Oh, Corine. Corine is ook bezig met dit. Nou, oh, Corine. Dan kunnen we met z'n vieren. Dat is leuk. Dan laten we, moet Janine of zo. Moet dan maar even één post maken met al onze ja, uitvoeringen. Van het. Volgens mij doe jij ook een canvas. Ja, oh, dat is zo leuk om te zien. Omdat je het gewoon toch allemaal weer even een klein beetje anders doet. Leuk. Zo, wat wou ik nou zeggen? Ik was aan een verhaal begonnen en dan ben ik mijn verhaal kwijt. Oh ja, ik wou zeggen, ik vind het leuk dat jullie ook meekijken. Want ik weet dat er heel veel dames alsnog zeg maar de workshop doen. Die Marianne nu geeft, die Kira zou geven. En ja, ook helemaal logisch dat je daarbij wil zijn. Maar ik dacht echt van nou, ik weet niet wat het wordt vandaag. Maar nou, kijk eens aan, we zijn gezellig wel met heel veel. Heel leuk. Servet, ja, met een servet kun je dit ook doen. Alleen dat rijstpapier is toch net even wat anders dan een servet. En tenminste, de techniek is hetzelfde. Ik vind het alleen anders voelen. En misschien ja, hangt het een beetje van het rijstpapier af, want ik weet dat daar ook wel enigszins verschil tussen zit. Maar ik vind een servet wat breekbaarder, dat is bij mij. Ik ben af en toe natuurlijk een gigantische kluns. Ik doe de gel medium ook er overheen. Dus ik bescherm zeg maar, ik maak eigenlijk een beschermlaagje over mijn rijstpapier heen. Zo, nou, en dit is voor mij even mijn focuspunt. En je zult zien, dat is Stephanie geloof ik die dat zei, dat dit specifiek wat ik nu ga doen, ook geen moeite heeft om ja, te integreren op mijn canvas, omdat ik er eigenlijk van alles omheen ga doen. Je kunt op verschillende manieren rijstpapier, nou, zeg maar zonder dat je de randjes ziet verwerken op je, in je journal of op een kaart of inderdaad op canvas of wat dan ook. Dat, daar heb je verschillende methodes voor. Onder andere tamponeren van verf, met gesso eromheen werken. Sowieso je rijstpapier scheuren en niet knippen, waardoor je zachtere randjes hebt. Ondertussen probeer ik eventjes, ik weet niet of jullie dat zien, maar even lucht om er vandaan te wrijven, zeg maar, met mijn kwast.
Zo. Nou, ik denk dat ik hem heb. En dan ga ik dit eventjes droog maken. Op een houtschijf ga ik ook nog wat doen, Eerdaags Karin. Ik zag toevallig dat ik mijn spullen aan het opruimen was. Want ja, dan vind je weer dus dingen die je... Zag ik ook nog een heel mooie houtschijf liggen, die ik eigenlijk nog nooit heb gebruikt. Dus ik denk, hé, dat is ook wel mooi om met rijstpapier iets op te doen. Dus dat volgt. Dat komt. Ik ga heel even een babydoekje pakken. Om mijn kwast een beetje schoon te maken. Het is toch lijm, hè? Gel medium. Dus een beetje extra schoonmaken kan geen kwaad. Dit ga ik heel even droog maken. Zo. Je kunt schittrui ook eerst een achtergrond maken met acrylverf. Maar let erop dat het rijstpapier ook de kleur van de ondergrond aanneemt. Dus in dit geval is het wel gaaf hoor. Ik zal zo nog even laten zien wat ik bedoel. Maar daaronder, je ziet het zeg maar door het rijstpapier heen. Het kan ontzettend leuke effecten opleveren. Dus ik zeg nooit nooit. Maar let er wel op dat als je dat niet wilt... Dat je dan eromheen werkt met acrylverf. Maar het kan wel degelijk heel erg leuk zijn om eerst de ondergrond te bewerken en daarna het rijstpapier eroverheen doen. Dat kan. Dat is maar net wat je wil. Nou. Ik ga veel doen op dit canvas, maar ik ga ook een deel proberen een beetje wit te houden. En ik ga dus eigenlijk concentreren op dit gedeelte en hier probeer ik niet te veel te doen. En ik zeg proberen, want ik ben iemand die normaal gesproken alles gebruikt. Oh, dan moet het even droog worden. Voordat ik verder kan. Maar eigenlijk is hij nu al mooi, hè? Niks meer aan het doen. We stoppen ermee. Het opbouwen is echt een kwestie van oefenen. En de makkelijkste manier vind ik is tamponeren met een klein beetje acrylverf. Klein beetje acrylverf. Dat is de makkelijkste manier. Dat ga ik nu niet doen. Maar er zijn meerdere lives van dat we dat laten zien. Zo. Dat is aardig droog. Ik heb hier dus lekker ruimte gebek naast me. Maar ik doe mijn best. Even kijken. Nou, rijstpapier is erg leuk om mee te werken. En je ziet het, het is eigenlijk al heel snel mooi. En dat had ik ook. En ik zal dat even... Wat wilde ik nou laten zien? Oh ja, ik wil dat even laten zien. Kijk, hier heb ik eerst gestempeld en daarna het meisje eroverheen geplakt. Dus je ziet dat de ondergrond zie je door het rijstpapier heen. En in dit geval vind ik dat dus heel erg leuk. Maar betekent wel dat als ik eerst helemaal alles gekleurd had en daarna het meisje eroverheen had geplakt, dat het meisje ook dit kleurtje had uit, zo had het uitgezien. Dat kan, maar weet dat dat kan gebeuren. En bij deze heb ik dus eigenlijk helemaal niks gedaan. Ik heb eigenlijk alleen maar een beetje dat gescheurd gedaan en hier opgeplakt. Maar het heeft een heel zacht effect. Dus hier, dit is gewoon puur wit kaartstok. Dus het kan ook zonder. Dat wil ik nog heel even laten zien. Nou, dit is al mooi. Dit is al gaaf. Nou, wat ik eerst ga doen, en de opbouwvolgorde is misschien een beetje raar voor sommige mensen, maar ik ga het toch doen. Ik ga eerst hem helemaal klaarmaken. Ik ga aan de slag met structuurpasta, als ik erbij kan, en stencils. En dan ga ik daar gesso overheen doen. En dan ga ik al van alles aanbrengen en dat doe ik allemaal voordat ik ga kleur gaan aanbrengen. Normaal gesproken ben ik iemand die eerst alle kleur aanbrengt en daarna gaat werken met alles wat ik eroverheen doe. Dat doe ik nu andersom. En eerst wat ik ga doen. Structuurpasta, modeling paste. En een stencil. En ik heb even een paar stencils erbij gepakt. Even kijken. Mod Podge kan ook. Ik gebruik gel medium, maar je kunt ook iets anders gebruiken. Oh, je moet niet opgeven. En verknallen doe je niet zo. We zijn gewoon zelf te perfectionistisch.
Ik heb een paar dingen erbij gepakt. Dit zijn mijn oudere collecties. Deze is van de Time to Relax collectie. En deze zijn van de eerdere collecties. Die hadden niet echt een naam. Ik zeg, noem ze maar even de roze en de groene collectie. Ze zijn allemaal nog verkrijgbaar. En op, vandaag krijgen jullie met een code, volgens mij JMA10, krijg je 10% korting op alle JMA spullen vandaag. Dus ik zou zeggen, mocht je nog iets willen dan... En deze is bijna uitverkocht. Als hij niet inmiddels uitverkocht is. Gisteravond was hij er nog. En ik denk dat ik dan toch met deze ga werken. Gesso is geen lijn. Nee. Gesso, dat prijnt straks mijn hele canvas. Dan ga, eerst ga ik de structuurpasta aanbrengen. En die structuurpasta, omdat ik dus hier en hier op concentreer, wil ik hier niks doen. Dus ik ga dat in delen aanbrengen. Oh, hij is echt bijna op. En ook niet overal. Ik ga her en der structuurpasta aanbrengen. Zo. Dit is wel in mijn comfortzone, Maria. Dat had ik afgelopen maandag niet met die kaart, maar ik heb er toch wat van weten te maken. En dat komt gewoon omdat ik heel veel leuk vind. Maar dit geklieder, dat mixed media, ja, is echt helemaal mijn ding. Het is zo leuk om te doen. En het is gewoon heel... Ja, ik vind het ontzettend ontspannen. En kijken waar het schip strandt. Hoeft allemaal niet perfect. En je kunt altijd nog weer dingen aanpassen. Als jullie af en toe wat achter mij horen... we zijn bezig in de tuin om... we hebben vorig jaar een overkapping neergezet. En inmiddels zijn we eraan toe om de tegels te doen en zo. En ze zijn nu... gaan ze zo meteen naar de Milieustraat om heel veel spullen weg te brengen. En dat is dus het lawaai wat je af en toe misschien achter mij hoort. Dus het wordt flink met spullen gesjouwd om weg te brengen. Deze die kan in het water. Dan moet hij wel even helemaal in het water. Deze even afvegen. Dit ga ik even droog maken. Het patroon van de kaart van maandag, die staat bij bestanden in de groep Created with Hobby Vision. Dus als je naar bovenin naar de hoofdstukjes gaat, zo gezegd, dan vind je een hoofdstukje bestanden. En daar staat hij in, klappenkaartje. En ik vind hem echt zo leuk geworden. En ik hoop dat mijn dochter hem ook leuk gaat vinden. Maar dat denk ik wel. Oh, werk ik schoon en netjes, Corine? Ja, ja, ik ben heel erg zuinig op mijn spullen. Ik heb water naast me staan, water daar staan. Ik heb doekjes, ik heb keukenrol. Ik ben ontzettend pietluttig met alles heel erg schoon houden. Behalve mijn handen, die zijn altijd een drama. Ik maak wel altijd een ontploffing omheen. Want als ik dan eenmaal aan het peubelen ben, dan... Mijn hele tafel ligt nu ook echt helemaal vol. De grond ligt half vol. Het is echt... Ik heb zo'n restkoch naast me staan. Daar staan eigenlijk de spullen in die ik het meest gebruik. Dus qua stempelspullen. En dus dan mijn Big Shot staat erop. En daar, die heb ik altijd naast me staan. Dus ik ben helemaal ingepakt. En ik heb vandaag ook, dat kan ik wel even laten zien, ik heb een kliederschort aan. Goed, hè? Dat worden mijn kleren, want ik kan ook regelmatig onder de
onder de verf zitten. Dus het, dat gebeurt gewoon. Dat wil wel. Nou. Redelijk hard. Ik ben nog niet helemaal tevreden. Er komt mijn perfectioniste naar boven. De korting is alleen op de JMA-producten vandaag, omdat het de introductiedag is. Ik ga dit stencil ook nog gebruiken. Zo. Echt nieuwe. Ik heb nieuwe structuurpassen, zet ik me net te bedenken. Maar deze moet ook een keer op. Ja, ik wel leuk om erbij te doen. Zo. Ook in het water. Zo. Nou. Er zijn een paar zaterdagen lang is er op alles korting geweest. En vandaag is het op de Chinese Mindful Art. Nou, hier komt zo meteen ook nog weer van alles overheen. Dus je ziet het maar gedeeltelijk terug. Straks. Het is wel allemaal een beetje droog, anders kan ik niet door. Lang leven de heat tool. Dan. Ja, precies hè Carly. Ik vond ook, het liep te recht. Nou, niet dat je daar straks echt heel veel van ziet hoor, met alles wat ik nog in mijn hoofd heb, wat ik ga doen. Maar wat je ziet, zie je. En dan denk ik, ja, dan kan ik het beter maar iets meer doen dan iets minder. Maar hij is mooi zo. Dan is dit. Oh, dit is gesso. Dus gewoon witte gesso. Als ik hem open krijg, tenminste, is het witte gesso. Ja. En witte gesso, dat ga ik overal aanbrengen. En ook op de randjes van het rijstpapier. En Stephanie, dan heb je al een heel groot deel weggewerkt van je rijstpapier. Kijk, dan gebruik ik dezelfde kwastsoort die ik al schoon had gemaakt van de gel medium. Oh, ik moet dit echt eventjes anders gaan inrichten, maar dat komt. Zo, nou. En de gesso in dit geval moet ik gebruiken, want ik werk op een canvas. En een canvas, dat zuigt anders straks mijn verf of mijn inkt helemaal op als ik dat niet prime, zoals dat heet. Want gesso is een primer. Gesso is ook een soort van wondermiddel in de wereld van mixed media, want je kunt er heel veel dingetjes mee wegmoffelen. Je kunt er ook hele leuke dingetjes mee doen. Dus in dit geval zou ik kunnen zeggen, nou, stel je voor dat ik mijn hele canvas had ik helemaal in een kleur. Dan zou je nog met de gesso eroverheen kunnen om die kleur wat rustiger te krijgen. Dan komt er eigenlijk gewoon een wit laagje overheen. Gesso is voor heel veel dingen goed, maar in de eerste instantie, in zijn essentie, is het een primer. En op doek zoals dit, ja, gewoon nodig. Ooit heb ik geleerd, en ik neem altijd alles aan wat mensen tegen me vertellen, dat vroeger de Van Goghs en de Rembrandts en noem het maar op, die hadden ook altijd al een soort van gesso, primer, die ze gebruikten als basislaag op hun doeken. Waarom? Omdat in hun tijd natuurlijk de verf loeiduur was en ze gebruikten ook nog goede kwaliteit verf. Dus ja, dat kostte nogal wat voor toen de arme kunstenaars. Wat deden ze dan? Ze gingen ook hun canvas eerst primen, zodat de verf niet erin gezogen werd. En eigenlijk is dus
substantie gesso, een beetje kalkachtige spul, is niet zo heel veel veranderd qua recept. Het is nog steeds een kalkachtige, of er zit zelfs kalk in, ik weet niet precies hoe het opgebouwd is, primer. Het is momenteel wel zo dat heel veel fabrikanten er tegenwoordig witte acrylverf in doen, om het nog ietsje witter te doen lijken. Nou, tot zover lesje gesso, die ik ooit geleerd heb. Ik ga ervan uit dat het allemaal klopt, maar dit is een beetje het verhaal. En de modeling paste die ik net gebruikte, dat is een andere substantie. Dat is een soort van dikke pasta. Het heet ook eigenlijk structuurpasta. Modeling paste is eigenlijk het Engelse woord. En als je dat kan je dus gebruiken om structuur aan te brengen op je werk. En in dit geval doe ik dat door een stencil, maar je kunt structuurpasta ook met een kaartje aanbrengen of met een spatel aanbrengen. Je kunt het eigenlijk met van alles aanbrengen. Ik vind het mooiste door een stencil, omdat je dan ook meteen een prachtig structuurtje hebt op je werk. Nou, lesje spulletjes, artikelen. Nou, en ik moet heel eerlijk zeggen, in het begin dat ik hiermee begon, dat is een jaar of 3 geleden, dat ik die cursus deed, duizelde het me af en toe. Want je hebt zo ontzettend veel producten en alles werkt weer anders. En dit is watervast en dat is juist water-soluble, hè? Hoe noem je dat in het Nederlands? Oplosbaar, wateroplosbaar. Ja, op een gegeven moment zie je door de bomen het bos niet meer. En ik merkte dat als je vaker oefent met producten, dat je dan gewoon ook op een gegeven moment snapt hoe het op elkaar werkt en wat het doet. En ondertussen lees ik amper de vragen mee, maar... Nee, structuurpasta blijft structuurpasta. Die blijf je zien, die vervaagt niet op mijn werk. Maar... omdat ik zo meteen met inkten en verf en allemaal dat soort dingen ga werken, wil ik wel dat alles goed beschermd is. Dus ik leg echt helemaal een laagje gesso overal overheen. Ik heb nog steeds wel eens, als ik bijvoorbeeld in een kunstenaarswinkel ben, dan heb je van die schappen met allemaal spullen waarvan ik denk van jeetje, waar gebruik je dit voor? Waar gebruik je dat voor? Waar is dit? En nog dat ik niet alles weet. Dus we kunnen niet altijd alles weten. Maar wat ik veel gebruik, dat weet ik inmiddels wel. En gesso gebruik ik veel. Structuurpasta gebruik ik veel. Ik gebruik veel magicals, die pigmentpoeders. Ik gebruik veel acrylverf, waterverf. En wat ik echt ook altijd heel erg leuk vind zijn de krijtjes. De Neo Color 2 krijtjes. En ik denk dat ik daar eerdaags weer wat mee ga doen. Want dat is een beetje een onderbelicht artikel wat eigenlijk helemaal niet zo duur is. Zeker niet als je ze per stuk koopt. Ik ben ook begonnen met 2 of 3 van die krijtjes. En daar heb ik echt 2 jaar over gedaan om mijn collectie uit te breiden. Maar dan denk ik, ja, gewoon elke keer een klein beetje kan ook. Hè. Je hoeft niet altijd alles in 1 keer te kopen. Zo. Maar dat is ook heel erg leuk spul. En daar kun je ook heel erg veel mee. En zeker als je een wat kleiner budget hebt, zoals ik ook wel eens heb, dan is dat gewoon praktisch. Dit gaan we weer even drogen. Ja, sorry, extra lesje. Het is gewoon zo leuk. En dan heb je gewoon de passie om dat allemaal over te willen brengen. Want je wil mensen ja, bijna overtuigen van wat ik doe. Is zo leuk om te doen. Ga het ook doen. Ja, we doen niet voor niks al die lives. Hè? Want jullie worden echt overspoeld met lives, heb ik het idee. Ik word zelf ook... Ik kijk ze ook gewoon niet meer allemaal. Want ik ga echt selecteren wat ik kijk. Want die wordt helemaal hoog. Maar ja, je leert er wel ontzettend veel van. Je leert wel hoe materialen werken, wat leuk bij elkaar staat, wat niet. Je inspireert elkaar, je doet ideetjes op. Het is gewoon geweldig. En dat is nou net waarom ik het leuk vind om in zo'n designteam te zitten. Andere mensen inspireren. Van hoe doe je dat nou en hoe loop je dat nou aan? En ik vind het geweldig om te zien als andere mensen... Ja, eigenlijk nadoen wat jij doet. En dan denk ik, ja jeetje, dan heb ik toch ook jou zover gekregen dat je het misschien ook wel leuk vindt om te doen. En ik denk dat we dat allemaal hebben. Mensen die in designteams zitten, die willen andere mensen gewoon graag inspireren.
laten zien van jij kan dit ook. Zo, nou, de basis. De basis is aardig klaar, hè? En de basis is dus eigenlijk het rijstpapier met het gel medium of mod podge of decoupagelijn, wat je hebt. Daarna heb ik het stencil en structuurpasta gebruikt en vervolgens gesso. De basis is redelijk klaar. Betekent dat ik kan gaan opbouwen. Opbouwen ga ik met meerdere materialen doen. En dan moet ik weer eventjes in mijn bende naast mij grijpen. Nee, maar anders, het hoeft niet altijd duur. Als jij je basisartikelen hebt, anders zegt van de zilvervloot is nog niet binnen. Je hoeft niet altijd heel veel. Als jij een paar stencils hebt, je hebt één potje structuurpasta van Cadence bijvoorbeeld, is dat helemaal niet duur en is prima. En je hebt bijvoorbeeld één soort materiaal waar je mee wilt oefenen, hoeft dat niet de wereld te kosten. Echt niet. Ik ga aan de slag met onder andere het crayboard. En dat is bij mij bijna op. Dat is redelijk traumatisch, want ik gebruik dat heel erg graag. Dat is het crayboard ook van Janine's Mindful Art. En daar ga ik sowieso mee aan de slag. Dus die ga ik zo meteen er eventjes uithalen. En waar ik verder mee aan de slag ga, is dit. En dat heb ik grotendeels voorbereid. Waarom? Omdat jullie anders 2 uur lang naar mij zitten te kijken. Dat ik dit maak. Ik heb deze. Dit zijn de stansjes van eerdere collecties. Deze is noem maar even van de roze collectie en deze van de Time to Relax collectie. Nou, ik heb hiervan blaadjes uitgestanst. En van deze ook de blaadjes, de vlinders en vooral de bloemetjes. Met deze 2 stansjes, en daar ben ik echt even mee bezig geweest, maar het resultaat vind ik tenminste is geweldig. Ik zal het heel even pakken. Ik heb heel veel van die kleine roosjes gemaakt. Je moet ook niet altijd alles willen kopen, hè Marianne? Het is gewoon kiezen. Vind ik het leuk om met acrylverven. En ik zag trouwens in de webshop van Hobbyvision, daar werd ik echt heel blij van, want ik ben helemaal fan daarvan. Zag ik van die tubetjes van Amsterdam, het merk Amsterdam. En ik denk, oh kijk, dat is leuk. Dat zijn kleinere tubetjes, dat kost 1 euro... Niet lieg 65 per stuk. Dan kun je dus gewoon met 2 of 3 kleurtjes mee beginnen. En voor heel weinig. En die, dan kun je bijvoorbeeld zeggen, want ik ga met acrylverf aan de slag. Dat is gewoon waar ik mee ga beginnen. Dan heb ik de gesso nodig. En je kunt bijna voor 2 tientjes kun je al een hele basiscollectie hebben. Kijk. Er is ook veel te veel moois, hè? Dat ben ik ook helemaal eens. Ik heb dus heel veel roosjes gemaakt van deze 2 bloemenstansjes. En ik heb heel veel van die blaadjes gestanst. Ik heb alles gestanst van papier van de collectie. En in dit geval heb ik gestanst met papier van de Time to Relax collectie. Dus ik ben letterlijk, even kijken, je ziet allemaal restantjes nog. Ik heb letterlijk het papier gebruikt wat hierin zit. Dus dit heb ik gebruikt voor de blaadjes bijvoorbeeld. En het paars voor de bloemetjes. En nog wat rozer. En nou, noem het maar op. Dus ik heb heel veel van die blaadjes. En ik heb heel veel van die bloemetjes. Ik heb ook vlindertjes. En die denk ik dat ik nog ietsje donkerder ga maken. Want die vind ik iets te flauw. Dus die ga ik waarschijnlijk nog bewerken met embossingpoeder. Ik wilde even laten zien wat ik had gedaan. Nou. De bloemetjes. Zal ik er eentje voor doen? Want ik zweer het je, ik ben nog steeds mijn matje kwijt en die bolpennen waar je bloemen mee kunt maken. Dus ik moest gigantisch improviseren van de week om dit te kunnen maken. Ik kan er wel eentje laten zien die je dan zeg maar doet zonder, zonder die spulletjes. Ik heb voor elk bloemetje de 2 grotere. Ik zal het er even bij houden. Dus misschien iets, waar is die nou? Oké. Ik heb voor elk bloemetje 2 grote en 2 kleine stansjes gebruikt. En de mat erbij pakken. Ik heb het letterlijk uit designpapier gestanst. Nou, deze ga ik heel even hier neerleggen. Want dit zeil is geen mixed media ondergrond. Dus die doe ik even zo. Ik hoop dat het niet te veel glittert, maar dat is even niet anders. Omdat ik dus nog steeds dat matje en die bolpennen niet kan vinden, dat is dan weer het nadeel van opruimen.
heb ik een ander meneertje. Ik heb ze even op zijn kop gelegd. Ik ben ze allemaal gaan spuiten op de achterkant. Zodat het een beetje nat wordt. En ik ben alles om gaan vouwen. En verfrummelen. En die laat ik even drogen. Volgende. Kan je ongeveer voorstellen hoeveel uur ik bezig ben geweest met die roosjes? Nu wel, hè? En ik ga weer even verfrommelen en die laat ik liggen. Even kijken. Deze ook. Omvouwen. En verfrommelen. Ja, het is allemaal duur. Daarom maak je ook keuzes. Ik maak ook altijd keuzes. Waarom maak ik keuzes? Omdat ik inmiddels mijn baan kwijt ben. En straks ook niet meer het inkomen heb wat ik had. Tenzij ik snel een andere baan vind. Ik ben ondertussen even aan het lopen. Ik ben vergeten om mee te nemen. Dus ja, keuzes, keuzes, keuzes. Niet alles willen, maar ik wil ook altijd alles. Toen heb ik even de acrylmarker bijgepakt. Dus het één, ja, vind ik jammer dat het designpapier is... Eens heeft maar aan één kant een printje. Daar heb ik wat op verzonnen. Ik heb de paarse acrylmarker gepakt. En ik heb de achterkant van het laatste kleine bloemetje heb ik even gekleurd met de acrylmarker. Nou, deze ga ik zo meteen, of die kan ik misschien nu al wel een beetje verfrommelen. Deze laatste, dat kleine bloemetje, heb ik helemaal opgerold. Die komt in het midden. Ik zal het ondertussen een beetje schoon houden. Dat niet echt wel lukken, want er zit gesso aan. Zo, daar is je schort weer goed voor. Vervolgens heb ik hem in elkaar gezet. Ja, ik heb ze uiteindelijk, Yvonne, ruim een week later binnengekregen. En nou heb ik er nog weer een paar ideetjes mee. Maar ik denk dat ik van de week gewoon een keer extra live ga. En dan laat ik er nog een paar ideetjes zien. Wat je met acrylmarkers kunt doen. Nou. Nou, het in elkaar zetten is eigenlijk in elkaar zetten. Zo. Normaal gesproken laat ik ze eerst even wat meer drogen. Maar dat duurt een beetje te lang. En dan, het is eigenlijk een kwestie van verfrummelen. Daar heb ik er weer eentje bij. Dus die... Ja, ze noemen het volgens mij mulberry roosjes. Die heb ik gemaakt met deze standjes. Dat was die. En het eerste wat ik nu ga doen, en dat klinkt heel erg raar, maar ik ga het toch doen, is die roosjes opplakken. En ik heb allemaal blaadjes gestanst en we kijken wel wat we nodig hebben. Zo, nou. Allemaal even hiernaast. En dan ga ik de bedoeling laten zien wat ik in mijn hoofd heb. En dat ga ik doen voordat ik kleur ga aanbrengen. Pak de tacky glue er even bij. Ja, nou, het zijn roosjes. Het zijn geen hortensia bloemetjes. En echt wel, deze even als laatste. Het zijn echt wel een soort van mulberry roosjes. Nou. Nou, dan gaan we eerst eens even alles klaarleggen. Het idee. En Stephanie, ook dit is weer een tip. Vind jij het moeilijk om het te integreren? Gebruik stansjes om er omheen te werken. Of stempels. Je kunt ook met stempels werken, eromheen werken. Ik denk dat jullie ongeveer wel beginnen te begrijpen waar ik naartoe wil.
deze flesjes die zijn per 2 te koop. Ik heb ze ook. Er komt een artikelenlijst van vandaag. Met wat ik gebruik. En die, daar staat die ook in. Die zijn ook niet duur. Zo. En dan ga ik pielen en dan val ik stil. Heb je het weer door? Omdat ik dan eventjes moet concentreren op van nou, waar wil ik naartoe? En dit is inderdaad canvas. Nou, dan gaan we gewoon eens even alles klaarleggen. Daarna ga ik lijmen. Pak ook een keer die natte bloem. Even kijken. En wat ik ook nog ga doen. Dus voordat ik ga lijmen, doe ik dat. Dan moet ik het wel vinden. Ik dacht dat ik het klaar had gelegd bovenop. Maar het is er ergens onder verdwenen. Oh ja, zie je wel. Ik wist dat ik hem ergens... wat neergelegd. Het is een beetje sisal gebruiken. Dat komt er ook nog tussen. Nou. Nou, kijk. Het idee is dus dit ongeveer. Nou, en met dit kun je natuurlijk ook nog van alles doen. Je zou kunnen zeggen van, ik voeg nog van die metaalelementen toe. Of ik voeg nog van alles en nog wat toe. Ik ga dat chipboard dus nog toevoegen. Ik ga nog wat doen met de vlinders die er nog tussen komen. Zo. Het idee zal wel ongeveer duidelijk zijn, denk ik, waar ik naartoe wil. Nou, die vlinder die komt straks en ik val stil, merk ik. Dat komt omdat ik me heel even moet concentreren op wat ik hier aan het doen ben. Nou. Jullie zien het van bovenaf, dus ik denk dat jullie het iets beter zien dan ik. Ik denk wel dat jullie het iets beter zien. Ik wil niet helemaal meewerken, maar hij is ook nog niet vastgelijmd. Nou. En als je dit dan niet hebt kunnen oefenen, dan is het even afwachten hoe het eruit ziet als het daadwerkelijk straks allemaal bij elkaar staat, zit. Ja, is het mooi zo? Ja, ik vind het ook echt. Ik vind het zo leuk om te doen. Zo. Nou, en dan is het een kwestie van lijmen.
Ik ga heel even staan. Dan kan ik een beetje afstand nemen. Zo. Nou, ik ga wel lijnen en dan zie ik wel waar het schip strandt. Ik hoop... Is het serieus al 11:50? Ik ga gewoon nog even door. Dat jullie het weten dat ik iets langer bezig ben. Dan ga ik eerst, alle blaadjes eruit trekken. Ik ga eerst alle bloemetjes opplakken. Daarna ga ik de sisal erin doen. Aan de onderkant denk ik dat ik wat sisal wil. En ik plak letterlijk alleen het midden van de bloem vast. Waarom doe ik dat? Omdat ik later dan nog van alles ertussenin kan toevoegen. Dus ik kan de blaadjes er wat makkelijker tussen schuiven. En ik kan, ja, zoals dat dan heet, nog goed pielen. Ja, ik ga gewoon nog even door. Want ik wil ook even dat kleuren nog doen. Ja, ik wist gewoon dat dit een groot project zou worden. Maar ik vond het rijstpapier zo mooi. Ik denk, dit had ik meteen in mijn hoofd. Ik denk, ja, ik ga het ook gewoon doen ook. En dan ben ik inderdaad maar wel wat langer bezig. Het zei zo. Je zou dit ook nog met het lijmpistool kunnen doen. Maar omdat het papier is. Met stoffenbloemen had ik dat gedaan. Maar met papieren bloemen kan je het ook gewoon lijmen. Mijn lampje die ging uit. Nou, hier ook even alle blaadjes tussenuit. En hier ga ik ook alvast met de sisal aan de slag. Ik haal gewoon alles even weg, want ik weet ongeveer hoe ik het wil hebben. Maar dit maakt al het werk van de roosjes, maakt het goed. Ja, vraag me maar voor een kop koffie. Ik heb hier niemand in de buurt. Ik kan helemaal niemand wat vragen, maar ik ga gewoon stug door. De tijd vliegt, hè. Dan ben ik in mijn element. En dan denk ik, oh, dit is zo leuk om te laten zien. En dan, ja hoor, vergeet ik de tijd. Maar ik ga in elk geval nog het kleuren laten zien. Het kleuren is ook leuk. En ik heb verschillende, ik heb allerlei magicals klaar liggen, maar ik heb ook deze. Die heb ik nog nooit gebruikt, die lijkt me zo mooi. Het is impasto van Finnebert, de Dusty Rose. Dat lijkt me zo mooi. Die past natuurlijk ook prachtig hierbij. Dus ik ga gewoon nog even door. Kijk wel even wat werkt. De magicals of de acrylverf. Ja, sorry mensen, ik ben hartstikke aan het uitlopen. Corine, je bent nog aan het kijken. Had je ook zoiets? En Anita, had je ook zoiets in gedachten? Ik ga gewoon alle vier bij elkaar leggen. Gewoon geweldig leuk om de verschillende canvassen te zien straks. Ik weet dat Janine er ook nog een wil maken. Zo. Ja. Ja, neem hem maar gewoon mee naar de keuken inderdaad. Gewoon op mijn mobiel meenemen. Ik heb dat ook wel eens. Dan ben ik ondertussen een live aan het kijken en mijn zoontje onder de douche aan het doen. En de mobiel gaat gewoon over om mee naartoe. Zo. Het is gewoon leuk plakwerk.
Als eenmaal al het voorwerk is gedaan, dan is het eigenlijk een kwestie van plakken, hè? En ik ben nog 20 dingen van plan, dus ik kan waarschijnlijk niet alles laten zien, maar ik doe mijn best. Hou hem even zo. Hier moet er sowieso nog één. Oh. Ik kan wel lijm op doen, dat is wel leuk. Zo. En wat ik dan ook, dat kan ik alvast wel gaan vertellen, want ik kom daar toch niet meer aan toe. Wat ik met een grote... Oh jee, ik moet nog wat weggeven. Ja, jullie moeten mij heel herinneren. Ik ga hier zo meteen delen van stempelen. Met deze stempel, want dat is zo mooi. En die past inderdaad bij de roosjes. Dus er komen ook gedeeltes van deze stempel hier op te staan. De stempels moet ik nog weggeven. Ha! Oké, okay. Komt de vraag. Als iedereen wil meedoen aan de drie stempels om weg te geven. Ik ga start intikken. Laat ik dat meteen even doen. En dan wil ik graag het antwoord op de vraag. Deze nieuwste collectie. Op welke collectie is deze nieuwste collectie een aanvulling? Is de nieuwste collectie stempels, rijstpapier en stansen. Op welke bestaande collectie is deze collectie een aanvulling? Had ik al start ingetikt? Ja. Ja, dus op welke collectie is deze? En als je mee wilt doen, ik heb inmiddels start ingetikt. Als ik stop zeg, dan ga ik weer scrollen. De juiste antwoorden, die geef ik. Daar ga ik één iemand uit trekken. En diegene die het geworden is met het scrollen, die mag dan een mailtje sturen naar info@hobbyvision.nl. Even erbij zetten dat je winnaar bent van Mind Life. Op deze dag. En dan krijg jij die stempelset. Alle drie de stempels thuis gestuurd. Oei, met lijm. Ik zie een hoop mensen reageren, hartstikke goed. En oh, ik wil dan één ding vragen als je meedoet. Dat vergeet ik nou. Ik weet bij God niet wie de afgelopen weken winnaars zijn geweest. Dus heb je de afgelopen zaterdagen al iets gewonnen? Om, wil ik je vragen om niet mee te doen. Want dat vind ik niet helemaal eerlijk ten opzichte van andere mensen. Maar ik denk dat je dat al niet doet. Maar ik vraag het maar even. Ik ga ondertussen gewoon door met plakken. En dan zal ik zo op stop drukken. Als iedereen gereageerd heeft. Het is een hele mooie uitbreiding. Er zit iets vast in mijn naaldflesje. Oh, daar is hij. Het zijn een hele dot eruit. Gaat hem worden, gaat hem worden. Ik ga stop drukken, klikken. En dan ga ik even scrollen. Zo. Nou, gaan we. Oh, 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 waar gaat hij stoppen? Waar gaat hij stoppen? Oh, ja, goed. Regina Bakker. Regina, jij hebt de drie stempels gewonnen. Wow, we gingen ineens heel erg hard alle kanten op. Hij stopte bij Regina. Zo.
Ik ga het heel even mijn computer weer goed zien te krijgen. Regina, als jij dan een mailtje wil sturen naar... En dan moet ik wel heel even naar beneden zien te komen. Dat wil nou niet meer. Zo, ja. Nou, Regina. Jij hebt de drie prachtige stempels gewonnen. Dus je mag een mailtje sturen naar Hobbyvision. info@hobbyvision.nl. Even zeggen dat je in mijn live hebt gewonnen. En dan krijg jij die stempels thuis gestuurd. En dan wil ik natuurlijk daarna wel mooie dingen zien, hè, die je gemaakt hebt. Maar dat zal niet zoveel moeite kosten. Het zijn prachtige stempels. Ze zijn ongeveer A5. En je kunt ze op kaarten gebruiken, je kunt ze deels gebruiken, je kunt ze in journals gebruiken. Je kunt eigenlijk overal op gebruiken. En ik merk, hè, dat als je dan zo bezig bent, dat je dat soort dingen gewoon bijna vergeet. Dus ik denk, oh chips, ik moet nog wat weggeven. Ja, ben ik een beetje in... zal ik alvast verder gaan met de blaadjes? Of zal ik eerst even het kleur doen? Want kleur vind ik eigenlijk wel het belangrijkste dat jullie dat even zien. En ik denk dat ik gewoon eerst even de kleur ga doen. Normaal gesproken zou ik eerst even alles afmaken, maar ik ga de kleur eerst doen. Want anders dan zien jullie het kleuren niet. En we zitten al hartstikke over tijd. En dan maak ik hem daarna wel af met blaadjes plakken. Ik denk dat jullie wel snappen waar ik naartoe wil. De vlinders, die ga ik nog embossen. Zodat het wat meer kleur heeft. En die vlinders, die komen hierop. Maar dit is een beetje het idee. Ik merk gewoon dat het veel werk is. Ik krijg gewoon niet alles in één keer af. Ik ga even alles opzij leggen. Ik ga eerst kleuren. En eigenlijk wil ik... Ik heb gewoon een te groot project gekozen. Ik heb ook deze steentjes. Die ga ik hier ook nog in plakken. Maar dat doe ik dan... Normaal gesproken zou ik dat eerst doen en dan gaan kleuren. Maar ik ga dat niet redden. Dus ik doe dat eventjes op deze manier. Kleurtjes. Magicals. Magicals. Even kijken. Magicals. En magicals. Goed, ik heb verschillende magicals. En ik vind paars te paars. Dus ik kan wel zeggen, want ik heb ook een paars hiervan. Maar dat wordt te paars. Dat wordt me gewoon te veel. Dus ik heb wat roze tinten. Want ook in het plaatje zelf van het rijstpapier zitten wat roze tinten. En ik denk dat ik deze roze pak... Hier zit een blush, die is ook erg mooi. Die gaan we pakken, deze vind ik dan misschien te roze. En ik heb hier nog een goud, twee goudtinten en nog een groen. Dit is te roze. Ja, weet niet of we dat gaan doen. In elk geval pak ik deze eruit. Hoe heet die? De blush. Bodalicious blush. Ja, het is zo'n leuk project om te doen. Ik merk gewoon dat ik weinig tijd heb. Dus zolang Facebook mij laat doorgaan, ga ik gewoon even door. En zolang jullie willen kijken, en anders dan zeg je maar, dag Rihanna, ik heb geen zin meer in jou. Dat vind ik ook prima, maar dit is wel een beetje het idee. En ik wil gewoon echt even laten zien. Normaal gesproken zou ik dus eerst even die steentjes doen, maar die doe ik dan straks. De bedoeling is, en dit is voor mij ook even anders dan anders... Ik pak een waaierkwastje en ik pak eigenlijk een heel klein beetje poeder. Die poeder, die ga ik her en der hier opbrengen. En dan voorzichtig. Zie hoeveel kleur dat geeft. Dus echt... keukenpapier vergeet ik te pakken. En zo ga ik heel voorzichtig rustig kleur aanbrengen. En dat pakt hij goed omdat die gesso erop zit. Daardoor kan ik ook een beetje spelen met de kleur.
Zo. Kijk. Dan nog een klein beetje dan van andere kleur komt er zo meteen nog bij. Dan van andere kanten. Begin elke keer met die blush. Die blush heeft een beetje een bruin-roze tint. Past mooi bij het rijstpapier. Zo. Hij heeft ook altijd een beetje een andere tint erbij. Dus vast het een beetje een blauw tint. Past er prima bij. Ja, pigmentpoeder. Daar heb ik al meerdere lijsten mee gedaan. Kun je heel erg veel mee. In dit geval gebruik ik hem om mijn canvas te kleuren. Zit even over die koper te twijfelen. Maar ik ga eerst even voor roze. Welke roze is dit? Très Chic Chateau Rose. Chateau Rose. Laten we die er ook nog even bij doen. En daar moet ik op gaan letten dat ik niet mijn hele canvas ga bekladden. Ik ben gewoon een magical fan. Oeh, te oranje. Te oranje. Er zit weinig roze in. Te oranje. Magicals zijn gewoon geweldig. Ik ben helemaal gek op magicals. Je kan er gewoon heel veel mee. In dit geval gebruik ik ze om te kleuren. Maar je kan ze natuurlijk aan alle kanten voor van alles gebruiken. Ik ga even een nieuw keukenpapiertje pakken. En ik ga met goud tinten aan de slag. Kopen. Zo. Is en blijft een kwestie van uitproberen. Oh, het is uitgegooid. Wil hij hem niet meer? Ik zie mezelf nog wel. Maar het kan best zijn, omdat ik wat langer doorga dan normaal, dat Facebook zegt van, nou, het is mooi geweest met jou. Ik ga gewoon nog heel even door en dan stop ik ermee. En dan zal ik later wel laten zien wat het geworden is. Nou, zo ga ik nog heel even door. Ik merk dat ik erg over tijd... Oh, ze zien me nog. Oh, jullie zien me nog. Kijk. Dan kan ik nog wel een klein beetje groen doen. Ik denk dat het ook wel leuk is. En als het niks is, dan doen we er gewoon weer extra water op en dan vegen we het weer weg. Ah.
Nou. Zo, nou. En zo ga ik nog even door. Net zo lang totdat ik tevreden ben. Nou, en wat ik dus nog verder ga doen, is die steentjes aanbrengen. Ik ga het crayboard nog aanbrengen. En dat crayboard, dat ga ik ook eerst met embossingpoeder doen. En de vlinders ga ik met embossingpoeder doen. En wat ik als laatste ga doen, is nog spetteren met wit. Dan zorg ik dat die hier wat op ligt. Dan ga ik spetteren met wit. En ik ga deze nog gebruiken. De Liquid Metal van PentArt. En daar komen overal kleine spettertjes van op het laatst overheen. Nou, ik ga ermee stoppen. Een uur en een kwartier is prima. Nee hoor, die bloemetjes die worden niet te nat. Die drogen prima weer op. Dat gaat uitstekend. Als je daar nou bang voor bent, dan zou je eerst ook de eerste kleur kunnen aanbrengen en dan de bloemetjes. Maar in dit geval gaat het prima. Nou, jullie begrijpen denk ik wel waar ik naartoe wil. Dit wordt een heel kunstwerk als ik klaar ben. En dan ben ik klaar voor nu. Ik ga jullie heel hartelijk bedanken voor het kijken. En ik ga het eindresultaat nog laten zien. En ik ga nog even lekker doortutten. En dan ga ik jullie heel veel plezier wensen met straks de live van Corine. Nog de live van Janine. En vanavond de allereerste live van Anita. Dus die moeten we even supporten vanavond. Want dat gaat helemaal goed komen. En ik ga jullie zeggen tot maandag. Nog geen idee wat ik dan ga doen. Want mijn hoofd loopt over van alle lives en blogs en voorbeelden maken. Maar ook dat gaat weer helemaal goed komen. Heel fijn weekend en een hele fijne dag. Doei doei!